Peiling A die heeft het over 10 zetels, hè? Nog over voor D66, dat ze 14 zetels verliezen. En de andere peiling, ja, je peilingje hier, die zegt 17 zetels, zijn er nog maar 7 over voor ja, D66. Maar het zijn 10 zetels. Zou dat nou waar zijn, vrienden? Want het zal toch niet zo zijn, vrienden? Het gaat toch niet gebeuren? Stel je voor dat ze 12 zetels gaan halen. D66. Nee toch? Nee. Oh, wat heb je gezien? Onze Tjeerd de Groot, onze grote vriend. Ja, die staat op nummertje 12 op de lijst bij D66. Ja. Het is toch geweldig nieuws. Zou het zijn dat we hem op deze manier kwijtraken? De Tjeerd. Ja, weet je nog hoe vervelend die was? Die Tjeerd, ja. Met zijn halveren, ja, van de veestapel. En alle boeren in opstand in Nederland. Ja, en ruzie maken met iedereen in de kamer. Weet je nog? Ja, met Knulletje Klaver en met de Caroline. En zelfs met Omtzigt en moest hij weer excuus maken. En dan moest ook nog eens een keer excuus maken aan die van de tak van LTO. Ja, want de handtekening van LTO, die stelde niks voor. En zo ging die maar door. En die was daar elke keer, was die stront en stront vervelend, de Tjeerd. Ja, hij was gewoon niet te harde. En daar zijn ze nu bij D66 ook een beetje achtergelopen. Ja, want het heeft heel veel zeteltjes gekost al tot nu toe in die peilingen. Ja, dat komt vooral door hem. Tuurlijk ook door die paternotte. Ook niet te harde. Nou ja, we zitten in ieder geval zo, met z'n allen al, nu al. Ja, want de kans is, ja, die is groot. Ja, want het gaat natuurlijk de goede kant op. Hè? Ja, en dan zijn we eindelijk van de Tjeerd verlost. Dus, we gaan met z'n allen, zoals in een voetbalstadion, en we zwaaien met z'n allen. Ja, en we zwaaien en we zwaaien naar de Tjeerd. Dag Tjeerd, goodbye, bye bye.